Ken je dat? Dat je van tevoren precies weet wat je tegen je baas wil zeggen, maar dat het gewoon niet uit je mond komt? In haar bijzijn verander je in een hulpeloos kind, gebogen en te licht bevonden. Eenmaal weer thuis scheld je natuurlijk op jezelf. Hoe kon ik me nou zo de mond laten snoeren? Dit is een voorbeeld van een trigger. En triggers zijn een symptoom van trauma. Je kan heel goed leren omgaan met triggers. Maar dan zal je wel eerst onder ogen moeten zien dat er dus trauma is. Ik ben Cassandra Goldijn en ik schrijf een boek over trauma. Over wat het eigenlijk is en hoe vaak het voorkomt. We denken bij dat woord meestal aan ongelukken, natuurrampen of oorlog. Natuurlijk kunnen zulke gebeurtenissen tot trauma leiden en dat verankert zich dan het meest bij jonge kinderen. Minder bekend is dat ook juist alledaags leed trauma veroorzaakt bij jonge kinderen. Het voorbeeld van het gesprek met je baas wijst op trauma in de hechting. Wil je meer weten over trauma? Mijn boek komt dit najaar uit. Werktitel: Van trauma taboe naar trauma bewust.